Burg is koploper in de tweede divisie en heeft met René van der Kooi een coach in huis gehaald die weet wat stunten is. Vorig seizoen bereikte hij met Hercules de achtste finale door Ajax met 3-2 te verslaan. Roda is de huidige nummer 10 van de keukenkampioendivisie. Het is de derde keer dat beide ploegen elkaar treffen in het bekertoernooi. 2013 voor de laatste toen won Roda met 2-1. En dit is de voorsprong voor Rijnsburgse Bosch. Assante. Hij maakt hem. De vreugde is groot in Rijnsburg. Spruits komt de bal op Assante. En Marsman die kiept in het keepershirt van Rijnsburgse Bosch. Omdat Roda JC het shirt van Marsman vergeten was. En weer Rijnsburgse Bosch weg. En daar is de 2-0. Goeie goal. Mark van der Weijden scoorde er al 11 in de tweede divisie. En nu dus ook in het bekertoernooi tegen Roda. Wat is hij belangrijk. Vorig jaar spelend voor Sparta Nijkerk. En wat maakt hij er fantastisch af. In de tweede helft wordt er veel gewisseld. Baten is er onder andere bijgekomen. De huurling van Go Ahead. Zepar. En dit is wel een goede goal, zeg. Zeedorf, de andere invaller. En de aansluitingstreffer is er. Zepar. En Vaar spelen natuurlijk aan de zijde van Roda. En de kopgoal van Zeedorf. Gaat het dan toch nog spannend worden? Komt er een verlenging? Roda JC wil meer. En dit is wel een kans, zeg. Sonneveld. Goed gekiept. Red dus Rijnsburgse Bosch. Want deze had kunnen zitten. De voorzet. En de spits van Roda JC mist hem. Ros en de overtreding. Want hij maakt hens. En dus vanaf 11 meter Baten. En Zonneveld. De held van Rijnsburg. Want het wordt dus geen 2-2. Het blijft 2-1. Omdat Baten de strafschop gewoon slecht inschiet. Bijen in de ploeg gekomen. Dus een aardige voorzet. En Van der Moot. Dani van der Moot. Met de 3-1. En de invallers schieten Rijnsburgse Bosch naar de volgende ronde. En zo is de verrassing compleet. Roda JC ligt eruit. Je wordt hier toegezongen. Je bent op het veld toegezongen. Je bent de man of the match geworden. Je pakt een penalty. Wat is dit dan? Dit is hoe Rijnsburg is. Meer kan ik er niet van zeggen. Dit is gewoon fantastisch, joh. Net te gek, die gasten. Had je ooit gedacht dat jij matchwinner zou worden op zo'n manier? 2-1 voor en dan pak je zo'n strafschop. Nee, maar dat is wel mooi. Ja. Dat kan mij het schelen hoe we deze wedstrijd winnen. En nu ben ik belangrijk. En Moot is hartstikke belangrijk. Iedereen is belangrijk. Fantastisch dit. Je flikt het gewoon weer. Ja, hoor je dat? Op mijn verjaardag. Fantastisch toch? En volgens mij weer verdiend. Want de eerste helft heb ik echt zo genoten van het team. Niet normaal. Hoe hoog was dat niveau, eerste helft? Ik vond het echt bizar. Ik bedoel, we konden er druk op krijgen. We hebben op een helft gevoetbald. We hebben meer balbezit gehad. We hebben meer kansen gecreëerd. We hadden alleen wel, daarna hadden we het natuurlijk heel zwaar. Als die penalty erin gaat, dan wordt het heel ingewikkeld. Maar niks om af te dikken, denk ik. Je moet hier altijd winnen. Maar helaas heb ik dat niet voor elkaar gekregen. En was het 20 jaar geleden, ging het vaak zo. Het gaat nu zo. En over 20 jaar zullen nog steeds heel veel verrassingen in de beker zijn. We gaan naar Bunschoten-Spakenburg, waar drie amateurs...